Oké, daar gaan we. Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. We zijn vandaag weer Among Us aan het doen. Milosophie en Bobby. Dream Team. Koen doet die ox aan. Prima. Missy Mark, wat een zieke outfit. Die wordt al gedaan, prima. Prima. Mat loopt iets te veel met mij mee, vind ik. Mat, jongen. Bobby. prachtig zeg. Oké, we moeten even een dubbelkeeltje maken. Dit is een dubbelkeel momentje. Dit is wel een dubbelkeel momentje. Goeie kill. Goed. Yo. Ik heb de lijst nog niet gefixt, maar Mark ligt letterlijk bij de knoppen. Bij? Bij de knoppen van Lightning, zeg maar, om te fixen. Ik ben bij Weapons. Ik zag Rob net een admin. Okay. Ik was net admin in, ja. Ik heb Milo gezien in Cafeteria en ik was in Weapons. Okay. Tot dan, wat deed jij in Reactor? Welke task ging je doen? Wat was ik bij Reactor? Ik moest zo blip. En die toetsen, die moet je dan laten. Oh, je moest de vissen eten geven. Oké. Koen 3. Koen 3 griepeetje. Ik ben zo... Slecht in het spel. Maar Chester, waar had jij Matt gevonden? Nee, ik heb Mark gevonden. Waar heb je Mark gevonden? Letterlijk voor de knoppen. In de Lightning. Dat zei hij net al, vind ik heel... Is dat electrical? Heel opvallend, Rob. Ja, bedoel ik. Ja. Rosa, de tijdrek. Ik denk, mijn voorkeur gaat eigenlijk naar Frank, want ik... Waarom ben ik een tijdrek? Ik ben letterlijk... Rustig! 14 mensen door elkaar, dat slaat helemaal nergens op. Wat is er, Frank? We moeten iemand gaan stemmen, we hebben er ook 30 seconden. Ja, laat Frank dan even praten. Ik ben het oneens met je stelling, want jij zit in principe tussen security en reactor. Zat jij gewoon helemaal geen ene klote te doen? Ik bang was dat jij me ging shanken. Doe eens even normaal! Ik kom vanuit Upper Engine gewoon naar reactor, tomtie. Ik doe mijn tas. En dan is er helemaal niks aan de hand. En opeens moet jij bang zijn voor mij, terwijl ik bij O2 ook nog schade had. Op Milo. Chester. Raoul. Ik ben het niet. Frank, ik ben het niet. Ik denk Raoul. Het is Milo en Frank. Ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik moet boven de cafetaria. Dat is dat ik uit de cafetaria kom, admin. Ja, okay, maar we gaan nu toch dood. Ik wilde stemmen, Raoul. Er was er ook niemand uit geweest, maar ik was te laat. Jongen. Voor mij, of niet? Ik weet eigenlijk niet. Triest. Oké, leuk, nu kunnen we een dubbelkill maken. Leuk, nu kunnen wij een dubbelkill maken. Thanks. Oh, we zijn op tijd. Beter. Oké. Klasse. Mag ik dat zeggen? Nee. Ja. Ik ben dus in mijn eerste rondje net iedereen tegengekomen. Ik stond eerst heel lang bij admin, toen naar storage, toen naar electrical. Daar zag ik Matt boven stilstaan op een vent. Daar liep iemand naartoe. Ik weet dus alleen niet meer wie dat is, maar dat is al een tijd geleden. Toen liep ik naar lower engine, liepen er twee mensen mij tegemoet. Toen liep ik naar security. Daar zag ik Slotta naar rechts lopen naar security en iemand achter hem aan of andersom. Toen deed ik bij upper engine, deed ik mijn tas. Toen ging ik in de cafetaria. Hoe je nou 100 dingen gezegd, ja, maar nog omdat niemand. Omdat ik niemand daar heb gezien. Iedereen heeft mij gezien. Waar gaat het nou over? Hij zat tijdrekken. Ik ben niet mezelf aan het vrijspreken. Wie denk je dat is? Ja, dat is dus het ding. Dat weet ik niet. Maar ik denk Milo. Maar dat komt... Milo? Nee, ik weet niet wie het is. Alleen ik kan het 100% niet zijn. Dat is het ding. Zo, omdat je ergens gelopen hebt, kun je omdat niet zijn. Omdat iedereen mij heeft gezien en ik als laatste op enige plek was waar niemand was. Maar op wie heb ik gestemd? Frank die doet het ook weer lekker goed allemaal. Ik snap vrij weinig van dit. Jongens. Maar ik heb werkelijk niet. Ik denk dat het Chester is. Waarom gast die alsjeblieft op? Ik ben nou even. Jullie stonden in security en reactor. Maar Chester, jij hebt dat lichaam report toch net voorgeronden? Ja. In electrical. Ja. Jij kwam vanuit security, ben je onderlangs gelopen of zo?
Of ben je gewend? Daar snel heen. Nee, hij is gewend. Ja? Hij is gewend. Wie is er mee, boys? Boys. Okay, nu weten we het zeker. Nu weten we het zeker. Het is Slotta. Het is sowieso Slotta. Ik denk ook Slotta. Milo en Slotta. Milo en Slotta. Hij is Slotta in ieder geval. Op wie stemmen jullie? Allebei zijn hoor, maar. Ik heb Slotta. Ik heb Slotta. Ja, ik weet het niet. Je moet Slotta. Nee, dit is een misverstand. Dit is een misverstand. Dan is het ook Milo, want Milo gaat in. Het is Milo. Ten eerste, het is Emily. Het zijn er twee. Nee, dat ben ik niet. Dit ben ik niet. Ik jullie ook niet, zien. Frank, dus hou je mond. Jullie gaan zien, broers. Ja. Jullie gaan zien, broers. Oh, toetje. Oké, dit is vrij snel. Oké, ik heb niks gezien, maar ik denk dus niet dat het Frank is. Want? Oké, maar... Ja, dat gevoel heb ik gewoon. Ik vind Rob ook wel verdacht. Ik heb zelf een heel raar gevoel bij Chesto. Dief nou op, Koen, ik ben het niet! Nou, het ding is, we waren net toen met die kill in Electrical. Mm. Toen zei Frank dat hij in Reactor was. Dat bevestigt Chesto toch ook, of niet? Dat ja, dat bevestigt Chesto. Ja. En ik was in Cafetaria, was ik Milo tegengekomen. Toen ben ik naar Weapons gegaan en Milo zei dat hij Rob gezien had in... Admin. Ja, admin. Dus dan lijkt het me, als Rob dat ook confirmed van Milo. Ja, ja maar Milo waarom ben ik dan nog mijn zus? Die kill was omdat Milo jij hem... Ik denk dat we... Maar we weten niet waar het lichaam van Matt toen lag, toch? Pik, luister dit. Ik kom vanaf Upper Engine, loop ik security in. Ja? Daar is niks aan de hand. Frank loopt achter me aan. Ik loop security uit. Frank die loopt weer security in, die loopt weer uit. Dus ik loop Reactor in. Frank loopt achter me aan, dus ik loop Reactor weer uit. Toen ben ik Frank niet meer tegengekomen. Toen ben ik naar Electrical gegaan. Toen lag... Wie was dat? Mark daar dood. Nee. Maar het lichaam van Matt weten we niet waar die is, toch? Want ik hoor hoe te zeggen van... Ja, nee. Ik was in mijn eentje en ik kwam daar en daar in mijn eentje. Die kan daar ook gelegen hebben. Ja, zou kunnen. Ja. Ik zag alleen een reportbutton. Verder niks. Ja. Ik weet niet, maar ik durf ook als je denkt dat ik het ben, zijn mij dat dan. Maar ik ben het echt... Dus dat gaan wij nu stemmen? Of niet? Ja, YOLO, lekker thema, anders heb je sowieso verloren. Nee, hoezo? Misschien was het... De kans is groot dat het Slotta is, toch? Ik denk dus niet dat dat Slotta is, maar ja, okay. Ik denk ook niet. Maar je hebt wel op Slotta gestemd net. Ik denk dat er nog twee in zitten en dan moet er nu één uit. Ja, maar dan... Ja, dan heb ik geen idee wie ik moet stemmen. Skip gewoon. Nee, ik stem op Chesto. Ik stem ook op Chesto. Ik skip hem, maar goed, ja, het zal. Ik was te laat. Tjonge, jongen. Wat wil die stem? Ja, ik wil de skip vote doen, dus dat niet uit. Ik ben het ook niet, jongens. Wat is dit nou, jongens? Ja, ik denk ook niet dat Chesto... Ik vind Rob ook zo sus. Ja. Rob stond, ja. Maar dan had hij nu al mij gestemd, toch? Er komt een kill aan. Er komt een kleine kill aan. Hatsa! Hé, maar Milo, ja. Jij bent ook wel slecht. Wat dan? Hè? Nee, wat ik vooral wil zeggen. Milo, als jij het gewoon niet skipt, maar stemt op Chesto, heb je gewoon al gewonnen. Ja, dat snap ik. Nee, maar kijk, het is wel leuker dit, Chesto. Om die kill te maken. Ik vond jij wel leuk om een keer te winnen. Wat is dat, Mark? Hey man, dit is al leuk, die kill lekker maken, jongen. Laat ze lekker even die waan. Ik denk, ja, als ik nu... Want de cam stond erop. Als ik nu hem report, is sowieso de media-imposter. Oké, crewmate. Let's go. Oh, twee dingen in weapons, drie in electrical, één in F. Mooi overzicht. Hallo? Doet mijn toetsenbord het nog? Ja, die doet het nog. En dan gaan we even lekker de komende anderhalf uur in weapons chillen. Lekker eerst even uploaden en daarna even lekker asteroids schieten. Daar hebben we super veel zin in. Dat is hartstikke fijn, dat is hartstikke leuk. Daar gaan we! Nog maar 10 minuten dit doen. Mensen, dit wordt mijn potje. Dit wordt mijn potje waarin ik als een soort Sherlock Holmes, jongen, iedereen helemaal het spel uitwerk. We gaan nu even langs Nef en daarna richting... Electrical. Hier hebben wij Emilietje. Flonk. Flonk. Hallo. Flonk. Dag Emily, dag Matty. Emily, wat gaat die Emily doen? Waarom loopt die Emily zo achter mij aan? Deze verbinden we even. Oh, oh, oh.
Oké. Is dat Koen? Is dat Roel? Matt en Emily. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cafeteria eentje. Oké, mooi. Frank, stop met mij te volgen. Stop met mij de hele tijd achterna te zitten. Ik weet dat je ongelooflijk fan van mij bent en van mij houdt. Maar dieft op, hier bij ons Rob. Ik ben al bijna klaar met mijn tasks. Er gebeurt helemaal niks. Admin O2, waarom ga ik daar? Ik denk dat er daar ergens een lichaam ligt. Maar ik heb geen zin om daarin te gaan. Laat ik maar gewoon snel mijn tasks. Oké. Cool. Wow. Wie, waar? Ik ben oprecht al bijna klaar met mijn task. Ja, ik ja, sowieso, nee, ik sowieso een security. Ook. Ja, ja. Met mij stonden er drie. Klopt. Ja, in security. Ik stond met mijn stond bij, vooral stond bij mij in admin. Ik stond ja, ik was met waar was de Mark en mij. In ja. Security. Okay, hey, maar Milo en Frank, zijn jullie gay ja. of zo? Ja, bro, die Frank, ik ben mijn task doen. Die Frank, die blijft mij maar volgen. Dan weet ik wel dat hij een ongelooflijk fan van mij is. Ten eerste, wie waren die drie en Medley? Mark en Chesto. Ten eerste, krijg fucking hif, Milo. Ten tweede, jij volgt mij toch? Ik ga gewoon mijn gang. Ten derde, is gewoon fucking gezellig. Ja, dat laatste is wel zo. Waar was dat lijk dan? Security. Maar Milo en Frank waren daar samen. Nou, nee. Want dat was het laatste moment dat Frank van mij separated. Ik was daar gewoon in mijn eentje, minding my own business, as usual. En dan is het, iemand heeft gevent, dus Matt B. waarschijnlijk electrical. Oké, dan kan het Raoul niet zijn, want die stond bij mij deze kill in ieder geval niet. Ja, die stond bij mij in admin. Zo, dat zou best Frank zelfreport kunnen zijn. Ik denk dat Matt deze ook niet... Ja, weet ik trouwens niet. Het zou Frank zelfreport kunnen zijn. Zou kunnen. Ik stond op admin te kijken en toen stond Matt en ik en Mark kwamen tegelijk binnen. Zo dat ding voor mij is, ik was met Frank, Frank kleefde echt aan me vast. Helemaal rechts al, heers, helemaal rechts toen en naar admin, toen naar electrical. En op een gegeven moment separaten wij. En ik, nou echt 3 seconden nadat we geseparate zijn... Report hij een body. Dus ja, het kan toeval zijn. Maar... 7 is sowieso skippen. Het zou self-report kunnen zijn. Ik denk dat het misschien wel Matty en Chesto kunnen zijn. Follow me, baby! Yeah, wat let's doen go! We nu, skippen? Follow me! Ja, we hebben allemaal geskippen. Follow the money! Follow the Matty! Follow the Matty! Follow the Matty, Matty, maar doe even task. Zeg ik je door je kanus! Ja, ik ben er klaar met. Ik kom even task. Oké. Weapons en admin. Ga ik hier in mijn eentje nu heen? Durf ik dat aan? Ja, durf ik wel. Oh, reactor meltdown. Oh, daar heb ik geen zin in. Gelukkig zit heel snel. Oh, Emily, waarom ga je daarheen? Emily, dit, je maakt jezelf ook niet minder verdacht daardoor. Mark, waarom kom je uit Med Bay? Wat zie ik allemaal voor verdachte dingen? Wie waren daar? Oh, heel veel mensen. Wat moet ik nog doen? Admin. Nou, Rob gaat mijn killen, let op. Nee. Stop met mij te lokken. Stop daarmee. Jullie kunnen kijken, maar er is daar niks. Jullie kunnen wel kijken, maar er is daar niks. Matt en Raoul. Is het Matt? Ik ben klaar met mijn task bij deze. Oh nee, niet. Ik moet nog eentje in cafeteria. Weapons. 1, 2. En niemand dood ook volgens mij. Oxygen. Oh nee. Mark, don't do it. Mark, jongen. Mark, don't do it! Is blauw? Ja, ik zag Rob Vente. Milo sowieso safe. Ja, het maakt niet uit, Mark. Ik zie Rob Vente. Oké, nou, dan zijn we klaar. Mijn Vente? Dylan Vente? Ja, ik zie jouw Vente. Hij heet Dylan Vente. Ik zie die mooie flamingo vanuit, van je... Vanuit waar? Nou, vanaf waar stond je? Ik was in cafetaria met Mark, toch? Mark stond er de hele tijd stil. Wat was je trouwens aan het doen? Maar dat maakt verder niet uit. Ik was klaar met mijn taken, dus ik dacht van, ik ga ik ben ook. Ik ben nu met Mark O2 aan het vissen. Ja, maar dit is gewoon gelul. Ik zie jouw Vente bij Edwin. Milo en ik liepen inderdaad net samen, want uiteindelijk ging ik wel naar die O2. Want ik dacht van, oh ja, ik moet misschien wel even meehelpen. Ja, inderdaad. Bent dan, Raoul? Huh?
Welke vent dan? Bij admin, onderin. En daar lag ook de body. Nou ja, het zou goed kunnen. Want ik wilde het goed kunnen. Oké, dat is... zou goed kunnen, ja. Maar vind ik ook een lul, maar ja, stem maar eruit als je dat denkt. Prima. Ja, cool. Ja, het is oprecht niet zo, maar volgens mij... Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dan nu Raoul, ik verdacht jou niet eens. Ik denk überhaupt dat het wel belangrijk is dat we hier geen ruzie om maken. Nee, ik zou ook geen ruzie, maar als iemand zegt dat hij een hete daadje heeft... Roel, we hebben je met maar taken. Volgens mij lul, Ik hoef alleen in navigation nog alleen maar wires te fixen. Dat maar je bent nu bij admin, maar je hebt al je taken gedaan. Bij navigation hoef ik alleen nog maar de wiring te fixen. Voor de rest ben ik klaar. Als iemand meeloopt met Roel dan? We kunnen niet skippen, want we kunnen niet skippen. We moeten iemand stemmen. Ik heb Rob door een vent gezien! Ik geloof je wel. Ja, ik denk dat ik... ik vind het toch wel een risico om te stemmen, ja. Als je mij zegt, is het wel afgelopen. Ja, maar, iets te Rob, specifiek. Rob, als tegenargument ook te gebruiken, ik denk dat hij... Ja, maar dan moet je maar niet doen. Nee, dan moet hij wel lullen. Dan moet je niet een grote flamingo op je hoofd doen, want die zie je nog lekker dat ventje in verdwijnen. Nou, jij hebt een kind, Joe. Jij mag niet blijven. Hij bedoelt zichzelf. Joe staat ook op. Oh, what a meme. Ik hoef alleen nog navigation te doen. Oké. Ja. Maar ik denk dat het nu klaar is eigenlijk. Dit is wel slim als we dit nu doen. Oh nee, kut! Mark, jongen, los je reactor even op. Nee, dat meen je niet. Fawaka boys! Is het heel gek om Roel nu uit te stemmen? Dat heb je, Milo. Is het heel gek om Roel nu uit te stemmen? Want dan weten we... Dat is wel safe, ja. Dan weten we toch zeker. Wie deed het net met mij? Stond op dezelfde plek als ik voor die reactor, voor de duidelijkheid. Kijk, Milo, ja? Mag ik wat voorstellen? Ja, tuurlijk. Ik heb mijn task al complete. Ja. Als je mij eruit stemt, dan... Ik kan beter stil gaan staan dan ergens en niks doen. Ja, maar dat, alsof je dat dan gaat doen. Dat moeten wij geloven. Ja, maar ik kan ook stilstaan. Ik kan ook stilstaan. Dus to be fair, als Raoul claimt stilstaan... Ik moet nog één taak in Edmund. Dan kan ik het ook doen. Ik kan ook stilstaan. Ik ben ook een stilstaan, meneer, want ik heb een tas gedaan. Ik moet nog één taak. Oké. Okay. Ik heb het gevoel, als jij die af hebt, dan hebben we gewoon gewonnen. Denk ik. Ja, dan hebben we ook gewonnen. Zullen we een meme iemand eruit stemmen dan? Stem naar Raoul eruit, dan is het safe. Skip. Nee, skip. Hoezo mij eruit stemmen? Ik heb daar gewoon zin in. Ik heb daar gewoon lekker zin in. Ik wil er niet uit. Ik heb Rob heterdaad betrapt. Ik wil dit rondje blijven leven. Nee, daar ben ik het mee eens. Ik wil dit rondje blijven maar leven. Maar het hoeft niet dat Rob... Ja, je hebt het aan betrapt, zeg. Milo, jij bent het dan. Ik wil Roel stemmen. Maar soort voor mij, of Raoul heeft gelijk en Rob heeft gewend, dat geloof ik best. Of hij heeft niet gelijk en dan is het Raoul. Dus... Je hebt ook volledig gelijk. Alleen, ik heb niet gelogen. Dus om mij nu uit te stemmen, dan heb je één iemand minder. Terwijl ik nogmaals... Ja, maar als ik lekker de ene taas moet doen, jongen, dan is het kaasje. Dus het is gewoon kaasje. Skip dan. Neem dan niet het risico om iemand eruit te stemmen. Nee, ik neem wel het risico. We gaan lekker jou eruit stemmen. Oh, nee. Het is gewoon... Het is sowieso een dump, toch? Ja, dump weet ik, is maar... binnen, boys! Oké, stel Milo die dingen doen. Ik ga het niet doen, denk ik. Welke moet je doen? Ik ga het niet doen. Ik ben namelijk imposter. Sowieso is Milo een imposter. Hey boys! Mat, jongen! Lekker boy! Gelijk die reactor aan, dan kan ik dat niet. Boys! Ik heb hem al uitgeschakeld voor de kill cooldown. Dat was net op tijd, met 3 seconden. Lekker zeg. Maar ik heb geen kill gemaakt, ja, ik kon nergens killen. Nee, maar ik vond het wel een leuk potje! Je moet venten! Jij vent, als jij niet was gevent, had je Raoul dubbel kunnen killen, hadden we hem altijd gepakt.